ben Pim en vandaag ga ik een kijkje nemen achter de schermen bij een cargo in cabinvlucht. Om nog meer hulpgoederen te kunnen transporteren, vervoert KLM tegenwoordig ook cargo op de passagiersstoelen. En als het goed is, zijn jullie het team die vandaag naar Shanghai vliegt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoi, goedemiddag. Ik ben Tim, dit is Eva en Koen. En wij vliegen vandaag naar Shanghai. Oké, jullie zijn dus cargo in-cabin coördinatoren. Kun je me vertellen wat dat inhoudt? Tegenwoordig met corona vliegen we vracht in de cabine. Dus op de passagiersstoelen, tussen de stoelen en in de overhead bins. Wij gaan mee op de vlucht. En in Shanghai op de grond komen er tussen de 500 en 1000 dozen aan boord. En wij moeten ervoor zorgen dat de belading daarvan goed gaat. En waarom zijn jullie dan met z'n drieën? Nou, we staan in Shanghai vrij kort aan de grond, slechts 2 uur en 10 minuten. En in die tijd moeten dus die honderden dozen aan boord gebracht worden, vastgezet worden, geteld worden en op een cabin load report gezet worden. Okay. Dus dat is allemaal vrij kort. Nou, behoorlijke klus. Ja, zeker. Zometeen brieven? Ja, klopt. Wij gaan hier kennis maken met de crew die vandaag meevliegt. We gaan onszelf introduceren, zeggen wat we gaan doen en wat ze van ons kunnen verwachten. Wij zien je straks op het platform. Oké, succes. Tot straks. Koen, je zit natuurlijk normaal gesproken achter het stuur. Hoezo heb jij je hiervoor aangemeld? Nou, ik ben co-piloot op de Airbus A330 normaal. En die kist is eigenlijk helemaal gestopt met vliegen toen de crisis toesloeg. Toen de kans zich voordeed om hier aan mee te doen en de collega's van de vracht te helpen met cargo en cabin, heb ik me daar gelijk voor aangemeld. Een bijzondere ervaring, denk ik, vergeleken met wat je normaal gesproken doet. Ja, het is onwijs leuk sowieso om een keer wat werk voor een andere afdeling te doen. En om te zien dat alle afdelingen zo met elkaar samenwerken. Daarnaast is het natuurlijk heel dankbaar werk en helpen wij de mensen in de zorg ook in Nederland die hulpgoederen zo hard nodig hebben. Oké, we zijn er. Op de heenweg gaat er geen cargo in cabin mee, dus wat gaan jullie nu nog doen? Klopt, nee, we krijgen alleen de vracht vanuit China aan boord. Wat we hier alvast doen is de straps controleren. Dus de cabine is al geprepareerd door Ground Services. Dus we zorgen dat alles goed klaar ligt, zodat ze in China direct beladen kunnen worden. Nou, wat we hier doen is bij het gangpad controleren of alle straps nog goed strak zitten. Die kunnen na verloop van tijd wat losser komen te zitten. Dus daar schoppen we eigenlijk tegenaan, gewoon om te kijken of die nog strak zitten. Dus deze hier is eigenlijk los? Ja, die zit eigenlijk te los, dus die moet aangetrokken worden. En Eva, jij bent natuurlijk normaal gesproken hier met passagiers. Ja. Hoe is het om dan in één keer zelf als passagier mee te gaan? Heel anders. In de zin van, ik heb dus geen contact met passagiers. Dus dat mis ik wel. Maar het is wel een andere uitdaging. Nou, dat maakt het wel heel leuk. Ja. Er vliegen ook cabinecollega's mee. Waarom is dat? Onder andere om de deuren te armen en te disarmen. En mocht het nodig zijn, ergens te moeten ingrijpen wat betreft de flight safety. Oké, nou, alvast een fijne vlucht. Dankjewel. Oké, jongens, volgens mij tijd voor jullie om te gaan. Klopt. Ik kan helaas niet mee, maar wil je wat beelden voor mij maken onderweg? Gaan we doen en we zien je bij terugkomst. Zeker, ik wacht jullie op. Goede vlucht. Doei. Bijna klaar te zijn, blijkt dat we een stuk of 20 dozen extra hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedenavond. Hallo. Hebben jullie een goede vlucht gehad?